Welkom dames en heren bij een nieuwe uitzending op DC Sim Racing Live TV. Vandaag een nieuwe uitzending, PC-uitzending met de DTM League met de Race Room. We hadden natuurlijk vorige week de allereerste uitzending op de PC op ons YouTube kanaal. En dat was een succes. Dus vandaag gaan we door met Race 2 en we zijn gekomen op de Red Bull Ring. Vorige week natuurlijk de openingsrace op de Hockenheimring. Waar Jonathan Schelstraat in de zwarte BMW er vandoor ging met de winst. Martin Benschop werd tweede en Martin Pater pakte P3. En zoals ik al zei, we zijn vandaag aangekomen bij race 2 op de Red Bull Ring. Een bekend circuit en ik zal ook meteen de kwalificatie erbij gaan pakken. Vorige week waren er 16 coureurs aanwezig. Deze week zijn het er 17 vandaag. Dus eentje erbij. En we zien op P1 de zwarte BMW van Jonathan Schelstraat, die dus vorige week race 1 won. En Jonathan Schelstraat zet een tijd neer van 1.24.2. Dat is heel snel. Op P2, George Deurwaarder in de Mercedes AMG C63 met de rode streep. Die moet ik even onthouden, want vorige week was ik eventjes in de war. Want er is nog een auto, die rijdt Gerben Henstra. Die heeft dezelfde auto, alleen die heeft een gele streep. En ik was vorige week een beetje in de war omdat er iemand in de tweede ronde vol vanaf ging. En ik was de hele tijd in twijfel tussen George Deurwaarder en Gerben Henstra. Het was uiteindelijk Gerben Henstra, dus moet ik even onthouden dat de rode streep George Deurwaarder is. En Deurwaarder heeft een tijd neergezet van 1.24.3. Op P3, de nummer 2 van vorige week, Martijn Benschop in de BMW M4 van Shell. Van Farfus met een 1.24.7. Op P4 hebben we Martin Pater in de Audi RS5 met een 1.24.8. Op P5 hebben we Ronald de Boer in de Mercedes AMG C63 met een 1.24.9. Gerben Henstra op P6 in de Mercedes met een 1.25.0. Remy Heiste op P7 in de Audi RS5 met een 1.25.2. Michiel Dijman op P8 in de Audi RS5 met een 1.25.3. Werner van Vorselen in de Red Bull BMW M4 op P9 met 1.26.0. Ja, die startte de vorige race ook op P9, maar toen lag hij al naar drie bochten of zo op de laatste plek. Dat had ook te maken met een crash die voor hem gebeurde, daar moest hij op wachten. Dus dat was niet zo'n succes. Laten we hopen dat het voor Werner van Vorselen vandaag beter gaat. Op P10 hebben we Jos Snijder in de BMW M4 met een 1.26.5. Op P11 hebben we Christophe Delton in de Mercedes AMG met een 1.26.5. Daniel van der Veer, ook in de Mercedes met een 1.26.9. Ferry Kloos in de BMW M4 met een 1.27.0. Op P13. Op P14 hebben we Marco Wijtens in de Mercedes met een 1.27.0. Fred Lichtvoet op P15 in de Audi met een 1.27.4. Frederik Hermans op P16, en dat is de nieuweling. Die was er vorige week natuurlijk niet bij, Frederik Hermans. En die rijdt een Audi RS5 en heeft een tijd neergezet van 1.27.4 op P16. En dan als laatste op P17 Jeffrey van der Linden in de Audi RS5 met een 1.27.9. Dat is de startopstelling. 17 coureurs aan de start. En zoals ik al zei, de racewinnaar van Hockenheim, Jonathan Schelstraat, die begint nou weer op P1 op pole position. En ik zal zeggen, we gaan meteen beginnen met de race op de Red Bull Ring. Ik heb er veel zin in. De tweede PC-uitzending op DC Sim Racing Live TV. En ik wens jullie heel veel plezier, dames en heren. En we gaan beginnen. De vlammen die komen uit de uitlaten. De lichten zijn op groen en veel wheelspin bij iedereen eigenlijk. En George Deurwaarder die komt heel slecht weg en Martin Benschop heeft meteen P2 overgenomen. En Martin Pater is er ook voorbij en George Deurwaarder die heeft heel veel plekken verloren. Gaan er een paar wijd daar bij bocht 1, maar dat is normaal bij de Red Bull Ring, dat zien we wel vaker. En George Deurwaarder die heeft een stuk of 6-7 plekken verloren bij de start. Die heeft een dramatische start meegemaakt. Die heeft nog Gerben Henstra voor zich. En volgens mij rijdt George Deurwaarder nou ergens op P9. Die heeft dus een bizar slechte start meegemaakt. Martin Pater op P3, hier Jos Snijder in de gele BMW op P4. En hier is Martin Benschop in de achtervolging bij Jonathan Schelstraat. We hebben dit beeld natuurlijk vorige week gezien.
in de eindfase van de Hockenheimring, toen Schelstraat die fout maakte, ging toen de grindbak in en zodoende kon Martijn Benschop naderen. Er kwam één aanval waarbij Martijn Benschop ietsjes doorschoot en waarna Schelstraat de aanval weer kon inzetten met een counter en weer op P1 lag. Die twee heren dus nu weer op P1 en P2. Ja, en George Deelwater hier in de grijze Mercedes, die rijdt hier voor deze man. Die heeft een hele slechte start meegemaakt. Werner van Vorselen in de Mercedes van, of in de BMW van Marco Wittmann, mijn excuses, de kampioensauto. Dan hebben we de eerste ronde drop zitten op de Red Bull Ring. En daar gaat het weer mis bij George Deelwater. Wordt hij weer ingehaald door twee coureurs. Door Christophe Delcom en Werner van Vosselen die er langs zit. En wat is er met George Deelwater aan de hand? Oh, en daar gaat het mis tussen twee Audi's. Oei, dat zag er niet goed uit. Ik weet niet precies wie dat zijn. Maar volgens mij zijn dat Fred Lichtvoet, Jeffrey van der Linden, Frederik Hermans zit erbij. Ja, er rijden heel veel Audi's hier op de laatste plekken. En deze twee heren zijn weer helemaal los. Jonathan Schelstraat en Martijn Benschop. Gaan hun twee dan weer uitmaken wie deze race gaat winnen. Vorige week een fantastische finale gezien tussen deze beide heren. Die zoals bekend uiteindelijk werd gewonnen door Jonathan Schelstraat. Hè. Martin Pater hier op P3. Dit is Ronald de Boer. En dan gaat hier Gerben Henstra. Die gaat hier voorbij aan de BMW M4. Oh, kleine touché leek het op, maar Gerben Henstra heeft zijn neusje voor. Christophe Delton. En Christophe Delton die wordt nu op de hielen gezeten door George Deurwaarder. Ja, die heeft een heel bizar slechte start gehad. Deze zwarte Mercedes is, dacht ik, van Daniel van der Veer. Maar ja, ik vraag me precies af. Oh, en hier komt Werner van Vorselen. Die gaat de aanval inzetten bij Daniel van der Veer. Heeft hem daarnaast. Heeft zijn neusje nou ook voor. Heeft nou ook de binnenbocht. En Werner van Vorselen is er voorbij. Komt er buitenom, dat gaat hem niet worden. Maar ik vraag me af wat er met George Deelwater was gebeurd bij de start. Die start natuurlijk op P2. En werd toen door alles en iedereen voorbij gereden. Leek erop alsof hij echt een stuk of 7, 8, 9 plekken verloor bij de eerste drie bochten. En dat kan natuurlijk niet zomaar. We zagen bij de start dat een aantal coureurs ook wheelspin hadden. En de Audi's die gaan niet zo goed op de Red Bull Ring. Er rijden volgens mij 4 Audi's op de laatste plekken. Jeffrey van der Linden hier op P16. En wie rijdt dan als laatste in de Playboy livery? Is dat Ferry Kloos? Nee, dat is niet Ferry Kloos, die rijdt in M4. Fred Lichtvoet is het ook niet. Het kan Frederik Hermans zijn, de nieuweling. En hier zitten dicht bij elkaar uit de Schelstraat en Benschop. Als die weer zo'n gevecht gaan uitvechten als vorige week op de Hockenheim brengt, dan gaan we nog heel veel plezier beleven aan deze race. Gaat Benschop het hier proberen? Kijk uit dat je hem niet traftikt. Zit er nou wel heel vlak achter, hè? Dit is Ronald de Boer. Het kan zijn dat we gaan nog een paar honden opeens blaffen op de achtergrond bij mij.
Ik hoop niet dat jullie daar al te veel last van hebben. Gerve Hensstra hier in de achtervolging bij Jos Sneijder. Volgens mij is dit voor P6 als ik het goed heb. En Gerve Hensstra gaat er langs en meteen de binnenbocht genomen door Jos Sneijder. Oh, dat is een mooie inactie van Jos Sneijder weer. En Gerve Hensstra die gaat er vanaf. Die spinde Gerve Hensstra nu langs de baan. En dan moet hij gaan uitkijken, want daar komt Werner van Vorselen. En die gaat dan ook voorbij. Gerve Hensstra gespin. Leek erop alsof die P6 had overgenomen van Jos Sneijder, maar de counter van Jos Sneijder was spectaculair en op dat moment spinde Gerve Hensstra en zodoende verliest hij weer 2-3 plekken en nu is Werner van Vorselen er ook voorbij. Zoals gezegd, Werner van Vorselen in de kampioensauto van Mark de Witman. De Red Bull Livery BMW M4. Ja, die wil eigenlijk wel een goede resultaat hier behalen. Werner van Vorselen, die rijdt natuurlijk in de Red Bull Livery. En dit is de Red Bull Ring. Dus die wil nog verder naar voren toe. Kijken waar het gaat eindigen voor Werner van Vorselen. Hier een inhaalactie. Is dat Remy Heisty? Het is soms onduidelijk, dames en heren, wie is. Dus alvast mijn excuses daarvoor. En hier Jeffrey van der Linden die hier helemaal achteraan rijdt. Mijn excuses, Fred Lichtvoet ligt het laatste zoals het er nou naar uitziet. En hier het gevecht voor P1, maar waar is Martin Benschop? Oi oi oi, die is nou zelfs ingehaald geworden hier door Martin Pater. En wat is er gebeurd met Benschop? Heeft hij ergens een foutje gemaakt? Of heeft hij net zoals op Hockenheimring een time penalty gekregen waarbij hij eventjes van het gas moet? Dat hebben we vorige week natuurlijk gezien toen die in gevecht zat met Schelstraat voor P1. Toen ging Benschop uit het niets van het gas af. En dat had alles ermee te maken dat Benschop een time penalty kreeg waarbij hij eventjes van het gas af moet. Dat kan nu natuurlijk ook gebeurd zijn, maar we hebben het helaas gemist wat er gebeurd is met Benschop. Maar in ieder geval nou Martin Pater er langs en Benschop nou in de achtervolging in de slipstream. DRS open, gaat hij er hier voorbij, even daarnaast zitten nu. De binnenbocht is voor Pater, maar gaat Martin Benschop dit halen via de buitenbocht? Oh, hebben we nog steeds naast elkaar zitten. DRS is weer open bij Benschop en nu is hij er voorbij. Goede actie van Benschop. En nou dus weer op P2. En kan die dan weer naar Schelstraat toe rijden? Dat is de grote vraag. Maar goed, dan naartoe rijden, dat is natuurlijk één ding. Maar er voorbij gaan, dat is natuurlijk een tweede. Vooral hier op de Red Bull Ring. Wow, ging daar weer een beetje wijd, maar controle over het stuur behouden. Wel jammer, ik ben wel benieuwd wat er met Benschop is gebeurd. Ronald de Boer die rijdt hier op P4. Ja, en hier is George Deurwaarder, die lijkt zich weer te hebben teruggeknopt op P7 of 8 als ik het goed heb. Gerve Hensstra is ondertussen weer voorbij aan Werner van Vorselen. Ik weet niet of Werner van Vorselen op zijn beurt weer een foto heeft gemaakt. Hier rijdt Werner van Vorselen, maar ja, we zagen net die... spin van Gerve Hensstra hier op dit punt. Maar leek de zaken weer aardig op orde te hebben.
Hier zit een gevecht voor twee Audi's en volgens mij is eentje daarvan Remy HD. Maar wie is die andere dan? Is dat Michiel Dijman? Michiel Dijman en Remy HD in gevecht. Oh, en daar werden vervossen langs de baan. Die verliezen nou allebei die plekken. En hier HD en Dijman. De twee Audi's in gevecht. Ja, en Vervorselen, die is foutjes aan het maken. Ik zei net nog, die rijdt in de Red Bull Livery. Die wil natuurlijk goed scoren op de Red Bull Ring. Je kan niet echt zeggen dat het een thuisrace is, maar... ja, als je de livery draagt... dit logo van het circuit, dan wil je natuurlijk ook wat laten zien. Ja, en de Red Bull Ring is natuurlijk ook een circuit dat door de jaren heen... ook verbouwd is. En daar ging de eerste pitstop van Fred Lichtvoet was dat, die daar uit de pitstraat kwam, hier in de oranje auto. Maar de Red Bull Ring is natuurlijk ook een circuit dat in de loop der jaren aardig gebouwd is. De layout is ongeveer hetzelfde gebleven, maar de bochten zijn nog een stuk scherper, meer graden. Vroeger waren ze wat boller, zeg maar. Nu zijn het echt nou ja, net geen hairpins. Maar vroeger waren het echt U-bochten. Maar de bochten niet zo scherp als nu. En ja, de naam die is ook natuurlijk wel een aantal keren veranderd. Vroeger was het ook natuurlijk de Oostenrijkring, Spielbergring. Toen was er nog een aantal jaar de A1-ring, A1-ring. En nu heeft een nou heeft Red Bull het circuit overgenomen en heet het de Red Bull Ring. Vandaar dat hier in het midden van het circuit. Dus kijk of je hem dadelijk ziet, staat een heel grote bronzen stier. Als hij dadelijk in beeld komt, dan zal ik dat even melden. Maar ja, Red Bull is ook steeds meer actiever bezig in topsporten. We zien natuurlijk overal deliveries. Een goed voorbeeld is natuurlijk ook Max Verstappen, die voor Red Bull Racing rijdt in de Formule 1 met Daniel Ricciardo. Maar ja, zoals hier ook in het DTM, de auto van Whitman, Red Bull. In de V8 Supercar zie je het, zie je een Red Bull livery. In de rally zie je het ook. Oh, en hier een touché! Gerben Hensstra bij George Deurwaarder. Ai, 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 daar staan ze. En dat vindt George Deurwaarder niet zo leuk. Want die had al een bizar slechte start en dan wordt hij ook nog van de baan getikt door Gerben Hensstra. Ai, ai, ai. Niet de race van Hensstra. Die spinnen net ook al en nou tikt iemand eraf. Maar ja, zoals ik al zei, de Red Bull zien we steeds vaker terug in de topsporten, het racen, ook in het voetballen natuurlijk. We zien veel clubs met de naam Red Bull. Volgens mij Red Bull New York. Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig, ja, noem maar allemaal op. Allemaal door het grote geld van Red Bull gesponsord. Even meekijken met deze pitstop. Nee, toch niet. De pitstop is redelijk vroeg, moet ik zeggen. Hier Gerben Hensstra. Waar is dan George Deurwaarder? Heeft die George Deurwaarder weer voorbij gelaten? Ja, hier rijdt Deurwaarder. Gerben Hensstra heeft Deurwaarder weer voorbij gelaten. Dat is wel netjes. Dat doet lang niet iedereen, maar het is altijd wel netjes als iemand het wel doet. Dan mag dat ook natuurlijk eventjes gezegd worden. De Red Bull Ring is ook een circuit waar heel veel grote evenementen gereden worden. Ik moet heel eerlijk zeggen, maar dat is natuurlijk iets heel persoonlijks. Het is niet mijn favoriete baan, meest favoriete baan. Het is ook niet zo'n heel tricky baantje, niet zo heel erg moeilijk. Als je eenmaal de floor hebt te pakken, dan is het wel een lekker baantje. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dit is nooit echt een van mijn favoriete circuits geweest. En, maar toch worden hier heel veel grote evenementen gereden. Natuurlijk de Formule 1, dat weet iedereen.
En zoals we hier nou ook zien, de DTM. Maar verder ook de GT3 wordt hier ook gereden. En de Eurocup Le Mans wordt hier gereden. De Europese Le Mans wordt hier gereden. Ik zeg het verkeerd, de Le Mans Cup wordt hier gereden en de Europese Le Mans wordt hier gereden. Dat zijn twee verschillende dingen. Je moet het niet vergelijken met de 24 uur van Le Mans, want dat is onderdeel van het WEC kampioenschap, World Endurance Championship. De Le Mans Cup en de Europese Le Mans, dat zijn kleine onderdelen van de Le Mans, dat is zeg maar de weg naar het grote Le Mans. Je kan het ongeveer vergelijken met de Formule 2, dat is natuurlijk de Formule 1, de weg naar de Formule 1, zo moet je het eigenlijk zien. Maar ja, veel grote evenementen worden hier toch wel gereden. Dus dat is wel zeker een baan die je vaak op de kalender zult zien. Oh, en hier een Mercedes langs de baan en daar gaat Jos Schneider. De Mercedes die op P5 lag. Dat was niet Ronald de Boer, dacht ik. Of is dat wel Ronald de Boer? Ja, het zou zomaar kunnen dat het wel Ronald de Boer was. Maar dat betekent wel dat volgens mij Jos Schneider naar P4 is gegaan. En deze man, Fred Lichtvoet, die is net gelapt geworden. Die rijdt nu als laatste op P17. Die is al heel vroeg naar binnen gegaan. En hier op P7 is Michiel Dijman. En waar is Remy Heisty dan? Is dit Remy Heisty? Die op P8 rijdt, volgens mij wel. Of het is andersom, want de Audi's, de zwarte Audi's lijken veel op elkaar. En ja, zoals ik al vaker zei, Race Room heeft helaas geen live timings. Ik moet dus altijd een beetje onthouden wie is. En soms is dat nog wel moeilijk, omdat veel auto's ook op elkaar lijken. Dus alvast excuses daarvoor als ik iets verkeerd zeg. Dit is Daniel van der Veer. Die momenteel op P12 rijdt. Marco Wetens, die moet daar ook ergens bij rijden. Hier Gerben Henstra in de achtervolging van Werner van Vorselen, mijn excuses. En Gerben Henstra gaat naar binnen toe. Hier staat Christophe Dalton op P9 in de pitstraat. Hier Jeffrey van der Linden. Daar links zien we Gerben Henstra, hier dus. En Christophe Dalton die bleef lang staan. Christophe Dalton die staat nog steeds. En hier komt nummer 1 in de race. Jonathan Schelstraat gaat naar binnen. Nu moet alles goed gaan. Daar gaat Christophe Dalton. Dat heeft heel lang geduurd. En nu gaat Jonathan Schelstraat. En Martin Pater en Martijn Benschop zijn ook naar binnen geweest. Heeft Martijn Benschop toch weer die plek verloren?
Ja, nu gaat het druk worden. Nu moet Benschop gaan uitkijken. Dit is volgens mij het groepje met Michiel Damon en Ronald de Boer. Oh, hier is het wheel-to-wheel racing. En Benschop die net uit de pitstraat komt. Heeft dus de versere bandjes, wel ietsjes kouder. Maar het leek er eens op alsof Benschop, ik wilde net zeggen. Ai, 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 ik wilde net zeggen, het leek erop alsof Benschop de zaken snel op orde heeft. En op dat moment gaat hij vol langs de baan. Zonde, zonde, zonde. Reed er straks nog op P2, had een hele goede start. Want hij startte op P3. En ging al heel snel naar P2. Met name omdat George Deurwaard die dramatische start had, waarbij hij 9 plekken verloor. Maar nu ongeveer op de helft van de race loopt het toch ietsjes minder met Benschop. En hier komt, hier gaat Gerben Hemstra en hier komt Jos Sneijder. Oei, en die heeft zijn pitcrew gemist. Moest eventjes in de achteruit. Ja, Martijn Benschop. Zonde. Zeker wel iemand die de potentie heeft om het Schelstraat moeilijk te maken. Maar op die manier wordt de overwinning weer heel makkelijk in de schoot geworpen van Schelstraat. Maar we hebben natuurlijk ook nog Martijn Pater die er nou achter zit. Hier Michiel Damon op P7. En Werner van Vossel rijdt momenteel op P11. Oh, en hier staat Jeffrey van der Linden langs de baan. Ja, Jonathan Schelstraat heeft alles goed onder controle. En als het zo doorgaat, dan gaat hij zijn tweede seizoenswinst pakken. 2 uit 2. Dat zou natuurlijk een droomstart zijn voor hem. En daar Ronald de Boer op P3. Hier. In de auto van Esteban Ocon. Tegenwoordig natuurlijk Formule 1 coureur. Ferry Kloos hier in de pitstraat. Ook mooi hè. Als je auto omhoog wordt geschoteld voor de bandjes te verwisselen, gaan ook de lampen uit. En zodra je weer op de grond zet, gaan de lampen aan. De Angel Eyes, zoals dat zo mooi heet. De lampen van de BMW. En hier komt Werner van Vorselen. Was die niet al naar binnen geweest, Werner van Vorselen? Geen idee, maar kijk eens wat voor een prachtige auto dit is.
Oh, hij moet hem ook in zijn achteruit zetten. Heeft zijn pitcrew ook gemist. Ja, en hier Gerben Hensstra helemaal teruggevallen naar P15. Heel zonde. Startte natuurlijk op P6, Gerben Hensstra, maar na twee grote foutjes, ondertussen teruggevallen naar P15. Heel zonde. Deze man dus. Christophe Delton op P12. Ronald de Boer heeft toch een beetje schade voorkant, links voor. De linkerkant van de bumper die staat een beetje omhoog. Goed te zien, ziet er lelijk uit. En volgens mij wordt dadelijk Jeffrey van der Linden gelept door George Deurwaarder. Is Jeffrey van der Linden ook op het letten of wordt hij niet gelept? Jawel, volgens mij wordt hij wel gelept. Maar hij gaat volgens nog niet aan de kant. Ja, Martijn Benschop ondertussen teruggevallen naar P4. Door die remfout meteen na zijn pitstop. Zou dat dan te maken hebben met koude bandjes? En Michiel Dijman en Remy Heiste weer in gevecht. De twee lookalike Audi's. Jos Sneijder op P7. En hier Gerben Hensstra dus. En gaat hij nou alweer naar binnen? Dit is al de derde keer dat Gerben Hensstra naar binnen gaat. Wat is er aan de hand met Hensstra? Heeft hij dan nou een drive-through penalty of een stop-and-go penalty? Wat is er allemaal aan de hand bij Gerben Hensstra? Niet veel goed in ieder geval, zonde. Start op P6, had dus goed uitzicht op goede punten. Maar op deze manier wordt dat helemaal niks. En volgens mij heeft Gerben Hensstra een drive-through penalty, want daarachter reed hij weer bij de pit exit. En waar heeft dat dan mee te maken, vragen jullie af. Dat kan er mee te maken hebben tot je op te hard hebt gereden bij de pit entry. Dus dat je niet hebt gehouden aan de track speed limit. Volgens mij mag je daar 80 km per uur. Dat kan ook te maken hebben met te hard rijden bij de pit exit. Dus als je de pitstraat verlaat. Of het kan ermee te maken hebben dat je de witte lijn hebt overschreden. De witte lijn bij de pit exit, daar mag je niet overheen rijden als je de pit uitkomt. Dat kan allemaal oorzaken zijn van een drive-through penalty. Heel zonde, want dan verlies je zomaar zo'n dikke halve minuut mee. Ja, en Wanne van Vossen ligt nog op P12. Niet zo goed. Ronald de Boer op P3. Betekent dus dat Martin Pater op P2 ligt. Ik durf even niet te zeggen wat zijn achterstand is op Jonathan Schelstraat. En daar gaat een Audi. Nee, is geen Audi. Is de auto van Werner van Vorselen. Ai, ai, ai. Stond daar langs de baan. En bij de poging van het gras komen spinnen die weer. Werner van Vorselen. Ja, en zo zeg je dat Werner van Vorselen een goede race moet rijden. Omdat hij een Red Bull auto rijdt op de Red Bull ring. Ja, en zo gaat het helemaal mis. Een paar rondes daarna. Zonde, zonde, zonde. Werner van Vorselen. Rijdt volgens mij momenteel, toen net rijdt hij op P12 en ik denk wel dat hij daar een plekje verloren heeft.
Hier Michiel Damon daarvoor. Ja, en wel nog vervolgens heeft inderdaad de plekje verloren. Die reed nu op P13. Michiel Damon reed op P5. Hier reed Jos Sneijder op P6. Werner van Vossen zit daar dus tussen, dus je moet dadelijk Sneijder voorbij gaan laten. Hier is Gerben Hemstra op P15. Fred Lichtvoet. Rijdt hij dan op P16? Ja, hij rijdt op P16. In de achtervolging dus bij Hemstra. En we naderen het einde van de race, dames en heren. En hier de raceleider, Jonathan Schelstraten, op koers voor 2-2. Na zijn nogal benauwde winst op de Hockenheimring vorige week, ziet het er nu op de Red Bull Ring toch een stuk comfortabeler uit. Nog op geen foutje kunnen betrappen. Dit is Daniel van der Veer, die rijdt niet op P2, die is niet in de achtervolging bij Schelstraten, zo ziet het er wel uit. Maar die is gelept geworden. Degene die erachter rijdt, de Martin Pater, de rood-zwarte Audi, die zit in de achtervolging bij Jonathan Schelstraten. Gaan we hier ook zien. Daniel van der Veer die netjes plaats maakt voor Martin Pater. Dus de voorsprong van Jonathan Schelstraten is ongeveer zo'n, wat zal het zijn, 3-4 seconden. Misschien 5 seconden. Hier Jeffrey van der Linden, die volgens mij op de laatste plek rijdt. P17 dacht ik. Als het goed is hebben we ook nog geen uitvallers. Tenminste, zover ik weet, zover ik heb gezien. Nog geen uitvallers. Hier Christophe Delton. Ik denk dat hij even Ronald de Boer voorbij moet laten. Ronald de Boer rijdt dacht ik op P3. Christophe Delton rijdt volgens mij op P9. Ja, laat hem nou ook gewoon netjes er voorbij. De verschillen zijn redelijk groot deze race. Zou je niet snel verwachten op een kort baantje, toch een redelijk kort baantje Red Bull Ring, dat de verschillen zo groot zouden zijn. Dat zelfs de P3 de nummer 9 lept, bijvoorbeeld. En hier gaat de Playboy Audi van, volgens mij is dat Frederik Hermans, de nieuweling, die daar naar binnen gaat. Jos Sneijder nu op P6.
Heerlijk geluid ook van de DTM-wagens. V8's. Dik boven de 500 pk. En vanaf 2019 gaan ze terug naar een 4-cylinder turbomotor. Ik hoop dat het geluid niet ten slechte doet. Dat het geluid wel hard blijft. Het worden geen hybrid motors, dus je krijgt niet het, het soort LMP1/Formule 1 geluid. Dat je dat elektrische er tussendoor hoort. Het worden 4-cylinder turbomotoren. Dus ik hoop wel dat die knallende uitlaat en dat het harde V8 geluid er wel een beetje in blijft. En de auto's krijgen ook 100 pk meer. Gaan boven de 600 pk krijgen vanaf 2019. Heeft alles te maken met een Class 1 reglement. Die ze hebben gesloten met de Japanse Super GT. Veel mensen noemen de Japanse Super GT de Japanse DTM. De auto's lijken sprekend op elkaar, alleen de Japanse Super GT heeft geen DRS, heeft de DTM natuurlijk wel. De Drag Reduction System. En kortom, dat betekent je vleugeltje openklappen, zodat je 10 tot 15 pk meer hebt. Nou ja, niet pk, kilometer per uur, laten we het daarop houden. Dus vanaf 2019 de DTM van V8 motoren naar naar 4-cylinder motoren, 4-cylinder turbo motoren, van 500 plus naar 600 plus pk. Ja, we naderen nu toch echt het einde van de race. Oh, Christophe Dalton gaat hier langs de baan stuiteren. Marco Wijtens op P11 is zojuist gelapt geworden door Jos Sneijder. Ik wilde al bijna zeggen, lijkt erop alsof Martin Pater ietsje dichterbij is gekomen, maar er is ook weer iemand die gelapt is, die ertussen zit. Deze zwarte Audi, deze, die is net gelapt geworden. Dit is Martin Pater die op P2 rijdt. Volgens mij was dat net de Audi van Remy Heister die gelapt is geworden. Fred Lichtvoet rijdt op P16. Ja, Martin Bensko lag in de beginfase van de race eventjes op koers voor sowieso P2. En sowieso voor de overwinning ook, want die zat vlak achter Schelstraat. Hè. Hij rijdt ondertussen op P3. En waar is Ronald de Boer dan? Ronald de Boer... is weggevallen, is opeens een flink stuk achter Benschop. Durf niet te zeggen wat er met Ronald de Boer gebeurd is. En hier komt Schelstraat. Laatste meters en pak zijn tweede overwinning. Proficiat, Jonathan Schelstraat. 2 uit 2 dus. Na zijn overwinning. Tijdens race 1 op de Hockenheimring pakt hij nou heel overtuigend de racewinst op de Red Bull Ring. Jonathan Schelstraat in de zwarte BMW M4 dus. Martin Pater wordt tweede. Hier komt Martin Benschop die dus P3 pakt. We hebben dus hetzelfde podium
Alleen Martin Pater en Martin Benschop hebben van positie geswitcht. Maar verder hetzelfde podium dus als vorige week. Ronald de Boer pakt P4. Wel met een beschadigde auto, flink beschadigd. Michiel Dijman pakt P5. Jos Sneijder pakt P6. Remy Heistee pakt P7. Daniel van der Veer pakt P8. Christophe Dalton pakt P9. Dit is trouwens Jos Sneijder. Christophe Dalton dus P9. Marco Wetens pakt P10. Op P11 finisht Werner van Vorselen. Ja, en George Deurwaarder. Heel zonde, die start op P2. Die start op P2 en die is op P12 gefinished. Heel zonde, had natuurlijk die hele dramatische start. En in het vervolg van de race is niet veel beter gegaan. Is op P12 dus gefinished. Heeft dus 10 plekken verloren in totaal. P13, de debutant Frederik Hermans. Gerben Henstra op P14 gefinished. Die op P6 startte. Ook dus een dramatische race voor hem. Jeffrey van der Linde op P15. Fred Lichtvoet op P16. En dan hebben we één uitvaller. Dat is Ferry Kloos. Die een DNF achter zijn naam heeft. En dus de enigste uitvaller van de avond. Van de middag moet ik zeggen, mijn excuses. Snelste raceronde, dames en heren, komt uiteraard op Jonathan Schelstraten. Zijn naam 1.24.7. Dat betekent dus een hattrick voor Jonathan Schelstraten. Pole position, racewinst en snelste raceronde. Dat is de hattrick in de racewereld. En dat was dus race 2 van de DTM League op DC Sim Racing Live TV. Willen jullie hiervoor aanmelden als jullie raceroom hebben? We hebben voor de PC hebben we leagues met raceroom, Assetto Corsa en Project Cars. Maar ook voor de PS4 met Project Cars 2, Assetto Corsa, Gran Turismo Sport en F1 2017. Neem dan eens een kijkje op www.dc-simracing.nl. Daar kan je gratis registreren voor onze competities. Dan krijg je een wachtwoordje naar het forum toe. En daar staan alle leagues op een rijtje. Dit was dus race 2 van de DTM League op de Red Bull Ring. Jonathan Schelstraten pakt zijn tweede winst. 2-2. En ik ga afsluiten, dames en heren. Volgende week is het tijd voor de Lausitz Ring. Prachtige baan. Een van mijn favoriete banen. Zo niet mijn favoriet, de favoriete baan van mij. Op de DTM kalender. Lausitz Ring dus. Dat is volgende week. En gaat Jonathan Schelstraten dan 3-3 pakken. We gaan het allemaal zien. Ik zeg abonneer. Dan blijven jullie op de hoogte van al onze livestreams. Ik ga afsluiten, dames en heren. Ik wens jullie een fijne avond. En tot de volgende keer. Bye bye.